Dit is de loopbrug die het hoofdgebouw van het AMC verbindt met de psychiatrische afdeling. En ik werd gevraagd om een kunstwerk te bedenken voor deze ruimte. Ik vond het mooi dat het eigenlijk een soort oversteekplek is. Want het is een hele grote glazen brug. En ik wilde iets doen met een kudde waarbij de reis, zeg maar, wordt benadrukt. En ik vind dat het heeft zo'n powerful het idee dat ze met z'n allen zo'n hele grote horde rondzwerven over die vlaktes. Dat vind ik wel fascinerend. Het was ook best een tocht om daar te komen, want je moest dan met van die skidoo's, die sneeuwmotoren, helemaal best wel iets van een uur, best wel stijl de bergen in. En dat die beesten daar leven en dat er niemand is. En dat die Sami mensen, dat zijn gewoon nog mensen die als nomaden leven, volgen ze die beesten. En ja, dus ik vind het mooi om op die manier dat mee te kunnen maken. En met zo'n familie, dat dagelijkse ritme van de hele tijd in die vlaktes. Dan kom je 's avonds thuis en dan eet je rendierenvlees en wat, allemaal eten uit die regio. En die verbondenheid met die Sami's, met die natuur en met die beesten, dat is wel waanzinnig om... Want dat wij dat toch een beetje verloren zijn, tenminste in Nederland, kom je dat nog maar weinig tegen. Dat mensen zo close zijn met de natuur. En ik vind dat wel heel bijzonder. Ik heb daar wel een paar weken bij die mensen gezeten en het was allemaal oké en ik kon altijd mee. Ja, één dag mocht ik niet mee en toen bleek dat het net vrijdag de 13e was. En dat zij ook daar een bijgeloof is. Hij was bang dat het zijn rendieren kwaad zou doen. Omdat ik dan, of sowieso, hij ging zelf ook die dag niet de vlaktes op. Want op vrijdag de 13e dan laat je die rendieren met rust. Dus dat soort dingen, dat is wel, ik vind dat fantastisch. Als je, dat moet je gewoon meemaken. Wat ik probeer is met die grote massa's om dan de individuen eruit te pikken. Dus door met gekleurde balletjes aan van die visdraden gespannen om... op die manier die balletjes zo te plaatsen dat je net die ene rendier dan benadrukt, zeg maar. En heel af en toe lukt dat. Maar goed, ik ben daar weken geweest. Dus dat was mijn 3 weken. Ben ik alleen maar achter die balletjes gezeten. En, dus het is niet dat het... Maar dit kan je met Photoshop ook bereiken, of niet? Ja, dat was zeker, gelukt. Ja. Waarom doe je dat niet? Wat is er voor jou om dat echt daarop te hangen? Ja, ik vind het mooi om alles te laten zien. Ook de kracht van die beesten en van die massa's. Dat is al zo'n echtheid. En om daar dan ook zelf die dingen in te plaatsen. Dus dat je net op dat ene moment de juiste foto moet maken. Dat geeft een extra spanning in het werk. Terwijl als ik het er zelf in zou... plakken, die puntjes, dan is het lang zo, en dan kun je het nog mooier doen, want het is nooit, het kan beter, maar het is, daar hou ik ook wel van, dat het niet helemaal perfect is, je ziet de moeilijkheid. En ik vind het ook wel goed dat mensen weten hoe het gemaakt is, omdat je nu deze tijd... Vooral met Photoshop en met de reclames, dat je echt zoveel afstand hebt van wat je ziet. Terwijl hier
kun je er hopelijk meer bij toe verhouden, omdat je weet hoe het gemaakt is, of als je goed kijkt. Nou, ik vond het wel heel, heel licht. En het bleek dat als je de foto op zich zou plakken, dan was het effect niet goed genoeg. Toen hebben we bedacht om een witte laag achter het beeld te plakken aan de buitenkant van de gang. En ook die kleurpunten zelf. Dit is zeg maar het blauw van de foto zelf. En dan het veel fellere blauw zit aan de buitenkant. En door er langs te lopen verschuiven die twee balletjes, zodat ze over elkaar heen gaan en weer van elkaar afkomen. Het leek me ook mooi voor kinderen, als die hier langs zouden lopen, dat ze dan die balletjes zo bijna zien stuiteren. En daarnaast natuurlijk die rendieren zelf in die witte omgeving. Dus het geeft wel een heel beetje sprookjesachtig effect daardoor. Het is wel mooi dat die ene er zo net zo over die ander heen hangt bijna. Die heeft echt haast. Het is een soort introductie dat je die ene bijna blij op je af ziet lopen. Waar je niet die hele groep ziet, maar dat je echt het individu ziet. Dit is toch wel een beladen plek. Ja, je loopt van het hoofdgebouw zo die psychiatrische afdeling binnen. En ja, ik denk toch de meeste mensen zullen wel een beetje gespannen zijn. En ik denk ook zeker in zo'n hectiek van zo'n ziekenhuis, dat natuurlijk best vaak heftige situaties heeft, dat je dan even een soort rustpunt hebt als je door die gang loopt. Dat je ja, even... Weet je, die stilte van zo'n leeg landschap met die dieren. Iets, ja, iets puurs of iets. En waar je ook een beetje in kan verdwalen.